U als trouwe kijker van Omroep Helmond TV weet vast wel dat wij ook een radiotak hebben. En daar is sinds een paar maanden flink wat veranderd, nadat oudgediende Willy van der Linden wederom de uitdaging aanging van programmaleider radio. Van Brouwhuis tot Brandervoort. Van Stiphout tot Mierlohout. 94.4 kabel en 107.2 FM. Nou, we zijn flink bezig. Het is een vrijwilligersorganisatie met 50 vrijwilligers. En de kunst is om die weer allemaal bij elkaar te brengen. Ja. En tegelijkertijd, lokale radio is geen privé speeltuin. We hebben de mediawet. En aan die mediawet zullen we moeten voldoen. Hè? Want ons bestaansrecht halen we daar vandaan. Dus waar ik me vooral op gefocust heb, is alle informatie die nodig is naar de vrijwilligers. De programmering opnieuw vormgegeven. Tegelijkertijd, we hadden natuurlijk de coronacrisis, hebben nog steeds trouwens. En ik heb een corona-update programma laten starten. En dat is vanaf 24 maart tot en met vandaag dagelijks op de radio. Op de maandag hebben we dan de maandagmiddag matinee met Anton. Die doet daar ook coronanieuws in. En op de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag hebben we steeds de corona-update. En die blijft in ieder geval doorlopen tot 1 juni. En daarna moet ik even kijken, want mensen moeten weer aan het werk. Ja, ja. En vrijwilligers hebben dan overdag andere bezigheden. Ja, tuurlijk. Ik heb ook gezien dat op internet ook wat is gebeurd. Want we hebben voortaan een podcast. Ja, we hebben een podcast. En van die podcast maken we dus ook veelvuldig gebruik. Het is fijn om dan binnen de organisatie ook te merken dat mensen elkaar weer gaan vinden. Ik heb van jou inmiddels al materiaal gekregen waar ik mee kan uitzenden. Een voorbeeld is het Literair Café. Dat gaat donderdag. Afgelopen donderdag is dat al op de radio geweest. Jij gaat het uitzenden, heb ik begrepen. Ja. Dus die samenwerking, die is er en die wil ik alleen maar intenser maken. En natuurlijk ook de samenwerking met Dit is Onze Wijk. Daar zijn wij voortaan mee samen. En dat gaat ook vrij intensief. Want inderdaad, die internetkruisbestuiving, die hebben we daar nu ook. En dat wordt steeds intensiever. Want het kantoor zit voortaan bij hun kantoor. En ik ben, hoe verloopt dat? Ik ben op dit moment gemiddeld zo'n 2 dagen per week op kantoor, laten we het zo maar zeggen. Ja. En daar tref ik dus alle mensen van Dit is Onze Wijk. Daar zit ik gewoon mijn werk te doen. Mensen, vrijwilligers te benaderen. Nieuwe programma's, programmamakers vooral te spreken en met name met opdrachten weg te sturen van denk eraan, je wil een nieuw programma gaan maken, maak een format, denk over na, wie is je doelgroep, wanneer wil je uitzenden, we gaan een proefuitzending maken. Dus, En er komt iets heel leuks aan, heb ik begrepen, want we gaan volgens mij de komende 8 weken, dat is elke keer een zondag, gaan we bingoen. En dan met niet tante vanuit, Toos. Met tante Toos, van de alter ego van meneer Klumpers. Ja. Dan gaan we bingoen, hier vanuit de studio, heb ik begrepen. Wat heel spannend. Live gestreamd en live via radio. Ja. En dan live bingo en vanuit de huiskamer. Kijk, het is weer in het kader van corona. Dus we werken natuurlijk ontzettend graag mee. We stellen de studio gewoon gratis beschikbaar. We faciliteren. We zorgen dat er techniek is. En de organisatie zelf die zorgt dat het allemaal klaar staat op eerste Pinksterdag. Nou goed, en dan de organisatie van de bingo, die zorgt dat, zal maar zeggen, de prijzen ingekocht wordt bij de lokale ondernemers, begrijp ik. Ja. En wat er overblijft, gaat naar goede doelen. Dus eigenlijk steunen we met deze actie 2 goede doelen. Dat is de lokale ondernemer, want daar gaan we de prijzen kopen. En tegelijkertijd 8 Helmondse goede doelen, waaronder bijvoorbeeld leergeld, één van de goede doelen. De KBO volgens mij ook. Ja. Dus er zijn Helmondse goede doelen. En dan is het natuurlijk leuk om daar ook aan mee te werken. En niet te zuinig, €1200 prijzengeld per zondag. Ja, per zondag. En als ik het goed heb, 9 rondes per zondag. En we proberen het in een tijdbestek van 2 uur te halen. En mocht het niet lukken, dan heb ik gelukkig in het uur daarna nog ruimte om desnoods even door te gaan. De Helmondse Blijft Thuis Bingo zal 8 weken duren. En als u wilt weten waar u de kaarten kunt kopen of wanneer deze bingo plaatsvindt, dan kunt u kijken op de website www.blijfthuisbingo.nl. Hebben jullie nog vrijwilligers nodig? Altijd. Ja, ik,
Ik heb nu mijn corona-update en dat levert voor de mediawet heel veel goede uren. Ja. Maar als dadelijk de coronatijd voorbij is, dadelijk na de zomervakantie bijvoorbeeld, dan loop ik op dit moment heel erg rond met het idee om een dagelijks nieuwsprogramma te gaan maken. En ja, de invulling daarvan, daar heb ik of vrijwilligers nodig, of ik moet één persoon gaan benaderen en kijken hoe dat ik dat vanuit de organisatie georganiseerd krijg, dat die persoon 5 dagen in de week dat nieuws gaat doen. Ja. Maar daar zou ik dus heel erg goed vrijwilligers voor kunnen gebruiken. Ja, dus mocht je interesse hebben naar misschien een vrijwilligersplaats bij de Omroep Helmond Radio. Ook als je op de radio een muziekprogramma wil gaan maken, prima. Nou, stuur het gewoon even naar ons toe, redactie@omroephelmond.nl, en dan komt dat vanzelf weer bij jou uit.